Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog van mij. Het is vandaag maandag. Ik wilde vandaag niet vloggen, want ik had niks op de planning. Maar Noah vroeg net of we wat konden doen. Verveelden ons allebei. Dus we gaan nu een video opnemen. Ik denk iets met Amerikaans snoep. Dus last minute planning. Maar ik vind het top. Ik doe echt helemaal niks sinds het nieuwe jaar. En morgen ga ik met Saar en Donna naar Utrecht toe om wat content te maken. Dus dat is wel gezellig. Ik heb net een Get Ready With Me opgenomen op TikTok. Ik vind het de laatste tijd best wel leuk om te doen. En dit weekend ga ik naar Maastricht toe voor de verjaardag van Bart. Noortje en ik hebben dat gepland als verjaardagscadeau. Dus dat ga ik sowieso ook filmen. Dat wordt echt heel erg leuk. We gaan naar Roermond, de designer outlet. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Ik heb niet iets heel bijzonders aan. Ik heb deze body aan van de Zara. Die is gekend waarschijnlijk iedereen wel. Deze heerlijke een Preston broek. Hij is echt lekker met mijn Uggs. Nou, Noah en ik zijn at Noah's. Hoi. Hey. Je moet sowieso op haar account maar kijken. Maar we hebben van de Yamin en de Toko. Dus we gaan allemaal lekker nij uitproeven. We hebben dezelfde body aan. Van Zara. Ja, de Zara. Ja, deze toch. Maar ik ken die. Ik ben echt misselijk van die uit. Doe het normaal, die is echt lekker. Hoezo gaat alles zo moeilijk open? Oh, oh my god, ik hou van suikerspin. Oh, kijk. Pak het helemaal. Het is ook rainbow kleur. Dat valt ook op. Die blauw is echt heel vies. Dit is watermelon. Maar weet je waar ik naar proef? Zeg maar suikerspin dat echt helemaal door iemand een bal van heeft gemaakt. Het is ook een beetje een bal. Ja. Oké, next one. Die mochi. Zullen we die mochi proeven? Mochi? Oh, die ja. Mochi cookie. Oké, guys. Het is vandaag dinsdag. En ik ben weer met No. Want we gaan een contentdagje houden met Donna, Zoe en Saar. Maar we hebben dus het superhotel voor 2 uurtjes afgehuurd. Ik heb echt geen idee wat we daarvan moeten verwachten. Maar Zoe heeft allemaal toffe schoenen mee van Paul Warmer. Omdat ze daar werkt. En Donna heeft allemaal goede kleding mee van voor. We worden vandaag gesteld. Ik ben heel erg benieuwd. We zijn er. Nee, dit kan niet, hè? We zijn in een hotel. Ik vind de douche nog het mooiste, hoor. Nee, ik vind die trap het mooiste. Ik haat douchegordijnen. Ik haat douchegordijnen. Ik ook. Hier zijn wat schoenen die Zoe mee heeft genomen. Dus dit is Saar. Ik ben nog niet in een vlog geweest. Toch? Nee. En daar is Noe. Oh, het is één. En dan als het werkt. Iets meer vanaf deze kant. Ik vind het wel leuk. Oké, volgende locatie. Ik heb niet echt gefilmd bij die andere, maar we zijn bij de Rijn. Show your fit. Of heb je hem nog niet helemaal aan? Maar kijk even deze schoenen. How cute. Oké, ik loof deze trui. Only fans. Soon. Huh? Je gaat het beginnen? Haha. Dit is de officiële fit. En ze zijn daar achter foto's aan het maken. En het is echt ijskoud. Het is vandaag vrijdag. Ik heb een paar dagjes niet gevlogd. Maar dat kwam omdat ik vooral dit weekend wilde filmen. Ik ga namelijk vandaag naar Maastricht. Bart is om 12 uur jarig. En we hebben voor hem een soort van weekendje of 24 uur Maastricht geboekt. We gaan in Maastricht slapen. En dan gaan we naar de designer outlet in Roermond. Dat moet iets van 30 minuutjes rijden zijn vanaf daar. Dus ik heb er echt heel erg veel zin in. De outlet van Roermond stond echt op ons lijstje. Dus we zijn echt heel erg benieuwd naar daar. Want we hebben gehoord dat ze echt super coole merken hebben. Zoals Off-White en Prada. En allemaal eigenlijk afgeprijsd. Dus ik heb me net eventjes klaargemaakt. We gaan waarschijnlijk vanavond al in de spa of in het zwembad. Ik heb een klein beetje make-up op gedaan. Ik heb wel mijn haar gewassen. Sneeuwt hier niet. Maar we hebben gehoord dat het in Maastricht wel sneeuwt. Dus het is een beetje gevaarlijk op de weg. Maar ja, de trein ging hem gewoon echt niet worden. Omdat we echt naar verschillende plekjes willen. Ik ben niet echt van plan om daar content te gaan maken. Maar ja, ik heb hier 1 outfitje voor in de avond. Ik weet nou nog niet echt wat ik van deze kleurencombinatie vind. 2 shirts. 1 slaapshirt. Misschien eentje voor nog, ja, voor als we het eten gaan. I don't know. Ondergoed. Toiletspulletjes. Ik heb al mijn minis erin gedaan. Nog meer toiletspulletjes. Make-up. En dat is het eigenlijk. Eventjes kijken wat voor kleding ik voor de rest mee wil nemen. Want ik wil sowieso een joggingpak aan. Misschien dat ik deze aandoe van Ellie Sisters. Dus dat. Ik moet echt mijn föhn niet vergeten. Ik kan er eigenlijk niet tegen dat ik niks met mijn haar heb gedaan.
vind dat ik het nog een beetje stijlfeun. Mijn haar is zo lang geworden, alleen de puntjes zijn heel erg blond. Maar het is wel echt heel erg aan het groeien. Ik heb me omgekleed. Ik heb mijn off-white trui weer een keertje aan. En een vleesbroek van Hidden Hills en Balenciaga's. Ik denk dat ik deze morgen ook aandoe als we naar Roermond gaan om te winkelen. Dit is mijn koffertje en mijn tas en camerahoesje. Bart is nu onderweg om mij op te halen en dan gaan we Noor op en gaan we onderweg. Zie ik ervoor uit? We zitten in de auto al voor 2 uur, want we moeten nog 1 uur. We staan wel heet in de file, want we zijn een beetje laat weggegaan. Het is gelukkig niet glad op de weg, nog niet. Alleen, er is wel sneeuw meer in het zuiden, dus ik denk dat het daar wel echt heel erg sneeuwt. We gaan nu onder een tunnel. We hebben net allemaal snacks gehaald bij de Appie. Ik dacht allemaal daar. Dus ja. We arrived at the hotel. Kijk hoe mooi deze lobby is. Echt ziek gewoon. En Bart heeft weer 2 paar schoenen mee. Oh, oh, oh. We finally arrived. Het is echt een heel leuk kamertje. Dit is ons bed, waar de 2 prinsessen slapen. En wat ben jij aan het doen? Je wilde gelijk springen? Ja. En dit is Bart's bed. Ik vind het wel cute. Hebben we een balkon of is het een friends balcony? Nee, gewoon om te springen. Nou, dan hebben we hier een kast voor onze kleding. Leuke spiegel. Deze badkamer ook wel echt leuk. Mooie lichtjes. Kunnen we leuke selfies maken? Dit gaan we wel allemaal meenemen natuurlijk. Ik heb mezelf even een retouch gegeven. Ik vind het heel lelijk. We zitten in het restaurant. Lekker. We hebben wat bitter garnituur. Dit is vegetarisch. En dit is voor de rest. We zijn klaar met eten. We hebben even wat snacks gedaan. Maar hier zijn we bij het zwembad. Kijk hoe leuk het is. Content creators. Ik heb me klaargemaakt. Want we gaan nu lekker uit eten. Ik heb een body aan van de Sarah. Deze broek heb ik van de moeder van Bauke. Uit India. Dus echt leer op maat gemaakt. Deze tracks met mijn dieseltels. En we gaan nu snel het eten. We zitten bij een restaurantje en we hebben, het heet Flammkuchen toch? Ja. Dit hebben Noor en ik ooit in Duitsland gegeten. Een pasta met truffel en een steak tartar voor jullie. Eet smakelijk. Oké, wij zijn net klaar met eten. Lekker. Gegeven, nu klaar. We gaan nu nog een laatste drankje doen. En dan is het bijna Bart's verjaardag. Dan gaan we weer terug naar het hotel. Dan gaan we daar denk ik nog wat drinken. Oh, jij wordt al gebeld, Bart. Smaakt ie? Lekker. En jouw nu? Smaakt ie? Bart is over 1 minuut, ja. Oh, dat is super. 9. Ja, normaal. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Gefeliciteerd. Dank je wel. 12 uur. Ja, je pakt nu weer die vlogcamera. Ja. Geef ze een shout-out. Shout-out naar jullie allemaal. Ik lig in bed. Ik ben aan het wachten tot iedereen klaar is. Zij... En ik doe hier maar mee. Zij kapt ermee. En dat is de jager Job. En we gaan zo nog even een filmpje kijken. Je weet hoe we het doen toch? En morgen wekkertje 10 uur. Want ontbijt is tot 11. En dan gaan we daarna nog even zwemmen. En dan daarna gaan we naar Roermond. Daar. Later. Goedemorgen, we hebben net ontbeten. Ik was mijn vlogcamera vergeten, dus vandaar dat ik wat beelden had gefilmd. We hebben onze uitchecktijd toch eventjes verlengd, want we willen nog in het zwembad. We moesten eigenlijk nu uitchecken om 11 uur. We mogen nu om 1 uur, dus we kunnen nog eventjes lekker naar de spa en het zwembad. En daarna gaan we naar Roermond om te shoppen. Dus ja, heel erg veel zin in. En Bart is natuurlijk jarig, dus misschien dat we het nog in Nederland, in Hoofddorp, eventjes wat leuks gaan doen. Ik denk dat we naar de stad gaan, naar Amsterdam. Dus dat wordt heel gezellig. We gaan ons nu eventjes omkleden. Ik ga mijn bikini aandoen. Misschien dat we nog wat content kunnen maken.
En dan gaan we lekker zwemmen. We are ready to go. Ik heb snel mijn haar een beetje gefut. En we hebben dus geen badjas of zo. Dus ik heb hieronder mijn bikini aan. Let's go. Dit is de sauna. We hebben er echt met 10 seconden in gezeten. Maar het is echt warm. En ze hebben er geen geduld voor, helaas. Daar is het zwembad. Stoombadje. We zijn nu bij het zwembad. Eindelijk voor onszelf. Echt heerlijk. Het water is nog best wel warm, maar ik heb dus geen zin om erin te gaan. Wij zijn weer helemaal fris en fruitig omgekleed. We gaan er vandoor, want we gaan nu naar de outlet in Roermond. Het is iets van 30 minuutjes rijden. En dan gaan we er lekker shoppen. Waar is ze gaan het uitsloven? Typical. Ik heb eigenlijk hetzelfde aan als wat toen ik hier kwam. Dat was al 3 dagen lang. We arrived. Yeah. Doe snel dicht. In Roermond. En we staan nu in de lift, want we gaan nu naar beneden toe. Zin in. We zijn bij de Off-White. Bart is alweer aan het kijken voor een tas. Zowat kleding. Het is echt gewoon een coole winkel. Hier ook. Nog een leuke broek. Ik vind het allemaal wel meevallen. Je hebt hier ook nog allemaal tassen. Echt best wel leuk. Maar die tassen zijn ook nog iets van 500 euro. Dat vind ik eigenlijk niet echt waar. Er zit niet echt wat leuks tussen of zo. Wat vind jij ervan? Matig. Hi guys, ik ben weer terug in Hoofddorp, zoals jullie kunnen zien. We hebben lekker geshopt in Roermond. Ik heb zelf gewoon niks gehaald. Ik vond het echt een beetje, ja, niet tegenvallend, maar het waren echt superleuke winkels. Alleen, ik vond het nog steeds wel duur. Ik hou er niet echt van om spontane dure aankopen te doen, dus ik had ervoor gekozen om niks te kopen. Dat is nieuw. Maar Bart en Noor hebben wel superleuke aankopen gedaan. Vooral bij Off-White. Ze hadden echt super vette items, maar niks waarvan ik nou echt weg was. Maar ik vond het wel leuk om een keer te zijn. En de volgende keer, ja, kan ik misschien een beetje nadenken over wat ik wil. Want ik wist nou niet echt of ik een tas wil of een shirtje. En ze hadden ook mooie sieraden. En toen dacht ik van ja, beter een keer even goed over nadenken. Ja, maar het is natuurlijk nog steeds jarig. En we gaan gezellig een drankje doen in de stad. Met wat vrienden. En daarna gaan we denk ik nog heel eventjes uit voor een keer. Ik heb mijn haar in de rollers, zoals jullie kunnen zien. Mijn haar is zo donker. Dat is niet normaal. Want dit is dus allemaal geverfd. Ziet er echt heel raar uit, maar echt niet normaal. En ik heb dus heel veel babyhaar, omdat ik die olie gebruik. Het is echt zoveel nieuwe haartjes hier. Mijn haar zakt heel snel uit elke keer. Ik hoop dat deze rollers weer een keer werken, want dat deed ik in de zomer altijd. Ik moet me alleen nog even klaarmaken, maar ik heb wel van vandaag afgehaald. Ik zal dan meteen jullie mijn outfit laten zien en alles. Ik ben jarig. Nice. Is wel zo van haast en we gaan naar of café of iets, want we konden niet echt meer reserveren. En ik moest even mijn outfit laten zien. Ik heb net dit shirt in Roermond gekocht. Dit zo, heel goed. Dit heeft Isabel aan. Chiquel en Zara. En ik heb een cargo van, ik weet niet waar. Ik weet niet waar van die cargo's. Van Zara. En we gaan nu onderweg. Celebrate your birthday. Yeah. Oké, okay, Bart had al gevlogd, maar we gaan nu naar de stad toe. Dit is mijn outfit, ik had het net al laten zien. En ik heb mijn haar uit de rollers gehaald, dat is best goed gelukt. Goedemorgen, het is vandaag zondag, the day after. Gisteren best wel laat gemaakt, het is 12 uur en ik ben echt net pas wakker. Ik ga de weekvlog ook afsluiten, nou ja, de vlog. Ik ga morgen weer een nieuwe video beginnen. Dus ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer.